Vast. Ja hoor, het is weer zover. Een nieuw avontuur van mij en de OG Legend. Ja. En deze aflevering is niet normaal. Leuk. Dit is een movie. We gaan namelijk een bank overvallen. Dat denkt de Legend, maar wat hij niet weet is dat ik alles in scène heb gezet. Ja, ik weet het ook. Acteurs. Nee. Neppistolen. Ja. Lasers. Pigapapuik. Plastic goudstaven. Ontsnappingsroutes. Alles. Maar waarom overvallen we een bank? Nou ja, daarvoor moeten we even terug naar het begin van onze dag. Wie gaat dat betalen? Jij? Nee, ik heb helemaal geen geld bij me. Ik heb helemaal niks. Nou, eerst die bank overvallen, dan hebben we genoeg geld. Oh ja. Dan kunnen we hier alles kopen. Ja. Hé, hey, je laat me hangen. Wat? Je laat me hangen. Oh. Ah, jammer. Ah. Gewoon boef, man. Zo. Hé. Hey. Nu gaat het even dicht. Straks kakt er een vogel door het dakraam. Leuk. Dan heb je vogelkak op je hoofd. Doe ik zo. Maar dan ben je eigenlijk jarig. 40 Dat is bijna. Dan word ik 7. 7 plus 10 is 70. Ik weet ook hoeveel 9 plus 5 is. Hoeveel dan? 24. 14. Wil jij wel eens iets kopen? Ja. Als je al het geld in de wereld zou hebben, wat zou je dan kopen? Alles van de wereld. Maar wat als je bijvoorbeeld 100.000 euro zou hebben? Een auto. Maar je hebt helemaal geen rijbewijs. Een auto die zelf rijdt. Dan kun je ook gewoon de trein pakken. Ik wil geen chauffeur. Dan moet je uit het raam gooien in de bus. Dus moet ik eigenlijk nu ook eruit? Nee. Nee? Heb je wel eens iets gestolen? Nee, ik heb het gestild. Jawel. Ik zie het aan je. Ja, alleen maar nerfbanden. Kijk. Ja, per ongeluk. Dan gaan we vandaag per ongeluk geld steken. We zijn in België. Zullen wij dan zo'n banaantje eten zo? Ah, ja. Waarom staat er dan Amsterdam? Nee, dit is Amsterdam. Vroeger was je leuker, toen was je nog dom. Oro's. Voordat mensen ons herkennen, dacht ik, moet misschien even gewoon klein vermommen. Die blonde haren van jou, die vallen op. Ja? Hier, doe even deze muts op. Ik heb ook nog handschoenen, want anders komen onze vingerafdrukken overal. Ja, deze werken niet. Hier zitten gaten in. Dit is speciaal geheim agent, special spionnen shit. Kijk deze harde jack aan. Dan ben je net Tom Cruise uit Mission Impossible. Wie is dat? Dat is Tom Cruise. Ik ken wel een Tom de Jong. Deze Tom al. What the? Jij ziet er dope uit, bro. We hebben een uur om deze bank te overvallen. Als dit lukt, zijn we de sjaak. En als het wel lukt, dan mag het geld houden. Oké. Hey, let's go, go! Let's go! Hey! Zie je waar de bank is? Daar! Ik zie daar iemand voor zitten. Dat is de bank. Ik zie een zwart zettende sleutel. Sleutel? Ja. We durven die te pakken. Ja. Jij moet het doen. Jij. Kijk wat hier staat. 3-7. Dat is 7. Wie is met jou dan? Kun je wapenpakken? We zijn allemaal van het varen natuurlijk. We gaan een mooie villa maken. Hey! Wie zijn die? Wat doen jullie hier? Nee, jullie bank opvallen. Wat is jouw naam? Kie. Nee, dat is jouw naam? Nee, dat is niet je echte naam. Dat hoor je niet te zeggen. Bedenk mijn naam. Kelvin, je moet ons vertellen waar de bank is. Jullie zijn in de bank. Maar wij willen weten waar de bank is. De bank ligt hier achter. Zitten. Zitten! We gaan vast binnen.
Ik heb mijn hand precies bij het gatje. Waar je kan schieten. Ja, moet ze muil houden. Zit het pasje daar? Ik vind het een beetje irritant geworden deze film. Ja, twee vrouwen. Blijf staan en hangen. Vooral jij, kleine smulder. Schieten! Leg die zaklamp neer. Wat gaan we met haar doen, nee? Haar in hand, kun je stoppen. Ga maar even zitten, mevrouw. Even een plan. Er komen net het bewakers door de voorkant. Hè? Hoe ik zorg ervoor dat daar geen bewakers meer doorheen komen? Kom, we gaan eerst de deur blokkeren. Help! Houd de voeten bij elkaar. Hey! Zo! Hey bro! Hey! Blijf zitten! Ik zou de rest doen als ik jou was, ja? Weghouden! Bind zijn neus zo vast! Ik kan niet meer ademen! Daar heb ik er twee van! Ik bedenk me ineens iets. Weet je wat ik heb gevonden hier? Weet je wat dit is? Nee. Dit is een taser. Zal ik eens even op iemand uitproberen? Ja. Daar gaan we, mevrouwtje. Zeg de code, dan krijg jij ook de taser. Ik weet de code niet. Geef de taser. Daar gaan we, meneertje. 168. 1. 1. Nee, eerst 1. Oké. Ja, je zelf weet, maar... Kijk. Toch ooit in de tas uit. Vergeet wel. Wat? We moeten wel wat drinken hebben of onderweg. Oh. Kijk dit, we kunnen hier eruit. Doe het, jij komt goed en even de taser. Ga jij eens even taseren. Ik word er bijna opgepakt. Die taser. Ja. Ah! Je gaat lekker met die taser, of niet? Ja. Nu wordt het leuk, want als ik deze opendraai, dan denk ik natuurlijk dat we het eruit kunnen, maar eigenlijk breekt de hele pleur eens uit. Hallo. Kom, hier. Goed jongen. Ga naar buiten. Hoi, bro, we gaan het redden. Geloof in jezelf. Ja? We pakken dat geld daar ook. En dan gaan we er vandoor. Snel. Yo, weet je hoeveel geld dit is? Ja, nu wordt het echt mooi. We gaan lekker naar buiten. Jongens, ik heb een idee. Ik heb een geheime ingang. En dan kan ik jullie helpen. Waarom zijn ze ons dit vertellen? Luister! Oh, broer. Ik wil 4 goudstaven hebben. En dan laat ik jullie de geheime ingang laten zien. Ik zweer het op mijn moeder. We kunnen niet via de voorkant. Daar staan allemaal mensen. Ja, zeker weten. 4 goudstaven. Weet je hoeveel? 4! Al jullie goudstaven willen hebben. Oké, doe het. Waarom hou je van de schot? Weet je het zeker niet? Ja, want wij hebben toch nog heel veel geld. Zeg het maar. In deze broekzak zit een in die kast aan de rechterkant van het deurtje naar boven slepen. Wacht even mij, achter mij. Bro. Deze locatie is hard. Oké, lekker bro. Oké. Wat is dit? Gereedschap. Het zijn bouwvakkerskleren. Misschien ons verkleden als bouwvakkers en dan gewoon naar buiten. Je moet daarin, maar dan nemen we die mee. Kijk, wat gaat dat? Wat kun je stoppen? Wie zijn wij als ons vraagt? Ja. Wat zijn wij? Bouwvakkers. En wat hebben we hier gedaan? Bouwen. Juist. Oké. Okay. We moeten weer verder bouwen. Er zijn net 2 boeven hier geweest. Je hebt de bank beroofd. Oh. De bouw is even belangrijker dan dit. Sorry daarvoor. Wat zijn we? Bouw. Inderdaad. Hallo. Hi. Is er jullie? Tegen de muur. Spullen neerzetten. Hallo, meneer. We zijn gewoon ons werk aan het doen. Ja, maar er is een overval hier. Wat hebben jullie mee? Alleen dit. Openmaken. Wat zit erin? Jullie hebben niks gezien van een overval of zo? Nee. Jullie hebben geen goud of zo? Nee. Oké, nou. Dan mogen jullie door. Mijn excuses. Werk ze. Jij ook. Tot ziens. Bro, we hebben het gered. Hier is de auto. Deur op slot.
Oh, daar komen ze. Oh, 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 oh. Het is rood, het is rood. Lekker, broer. Dat stoplicht is niet het enige wat rood is. Jouw hoofd is ook rood. Jouw hoofd. We hoeven nog maar één ding te doen. Terug naar Nederland. En als we in Nederland zijn, dan zijn we gewoon vrij. Wat is dit nou weer? Goeiedag, heren. Ik ben op zoek naar twee jongens die net een bank hebben overvallen. Ik vroeg me af of jullie daar iets mee te maken hebben. Nee. Ik vind jullie er anders wel behoorlijk erg op lijken. Ik zie die blonde haren, die herken ik uit duizenden. Ik ga nu mijn collega's roepen en dan zijn jullie erbij. Ja. Hé, hey, wat ben jij? Hé, hey, we rijden gewoon weg. Ik help je niet. Je mag de planjes kwijtje. Hier. Die leggen we daar neer. Kunnen alle mensen het even zien. En nu zijn we in Nederland. Zijn we over de grens? We zijn over de grens. Zet je auto daar even neer. Er komt een moment dat ik hier op een of andere manier moet duidelijk maken dat het geen echt geld is. Hebben ze ons gevoeld dat het nep geld is? Dan gaan we meteen even checken. Wat is dit? Dit is het beste drankje ter wereld. Maar dat mag ik niet. Jawel hoor, dat mag kinderen ook. Het is gewoon water met een smaakje. Probeer maar. Vind je het lekker? Ja. Dit ook nep. Ja, voelt het een beetje als goud? Het is... Hey, doe jij nou? Het is nep geld. Toch een beetje sneuvel, omdat hij er nu achter komt dat al het geld nep is. Dus ga even een tientje in die dingen stoppen. Kijk nog even goed in die tas. Misschien zit er toch nog echt geld tussen. Ja. Hey. Ik heb hem gevonden, dus ik mag hem houden. Gaan we het verdelen? Weet je wat je voor een tientje kan halen? Nee. Dat kan ik je even laten zien. Ik ga even dat geld uit de sloot rapen, want kan natuurlijk niet, hè? Deze kan, maar deze is 4,50 euro. Kan je dat dan kopen voor 10 euro? Ja, wat wil jij? Oh, mag ik ook iets? Ja. Wat wil je zeggen tegen al die mensen die altijd commenten van dat ze jou in een filmpje willen zien? Als je een foto wil, moet je lekker in de betalen. Doei. Doei.